Deze video wordt u aangeboden door Eurolac Lactatiekunde Videoproducties. Hallo, ik ben Anissou. Ik ben Anissou. Ja. Ik ben verkouden. Ben je verkouden? Nee. En wat ga je nu doen dan? Melk maken. Melk in de neus doen. Ja. Oké, okay, gaan we dan even proberen. Hè? We gaan dat even doen, want wij hebben gemerkt dat als de neus helemaal vol is, dan gaan de kinderen ook enorm veel hoesten. En dat kan ook pijn in de longen veroorzaken. En eigenlijk is het misschien wel handig om de neus dan leeg te krijgen. En borstvoeding is een van de dingen uit onze ervaring waarvan wij gemerkt hebben. Als je mooi melk in de neus doet, dat de neus gaat een beetje open gaan. Dat het kindje beter kan ademen. Maar ook dat de oorontsteking misschien niet zo snel mogelijk kan komen. Oké, okay, nou, we gaan laten zien. Je mee? En dan melk gaat erin. Goed zo. Open, mama. Ja. En dan nog je neus eventjes. Papa ook in de neus. Papa ook in de neus, papa? Papa, nee. Nee, papa komt nog niet. Nog een beetje erbij? Zoveel melk. In je hoofd. Nou, is hij in je hoofd gegaan? Ja. Nog een beetje, kijk. Kom maar, mami. Goed neus. Zo. Neus. Neus, heel veel melk in de neus. Oké, okay. Dankjewel.